Zo. Nou, ik heb mijn bak met al mijn inktjes voor mijn neus staan. Om nog een filmpje op te nemen vanwege de demodag bij Hobbyvision. Die is vandaag 12 oktober. Daar zit ik dan live de demo te doen in de winkel. En hier op mijn kanaal gaan we natuurlijk ook een kleine demodag houden. En ik heb natuurlijk al een filmpje gedaan met de Spectrum Noirs. En eentje met die Mica Stains. Om eventjes te kijken hoe dat allemaal werkt. En nu ga ik dezelfde producten gebruiken, maar dan op de Jelly Plate. Dus dan gaan we eens kijken of we daar ook met deze inkt mee aan de slag kunnen. Ik weet niet, als ik hem hier neerzet, of dat hij dan... Nee, dan staat hij niet in de weg. Dat is misschien wel handig. Dan kan ik zo. Ja. Nou, hier liggen al mijn afdrukjes die al gemaakt zijn. Dus ik kan voorlopig lekker vooruit. Dat... vind ik altijd fijn. Ik ga gewoon in een bak. En dan als ik iets wil maken, dan ga ik lekker snuffelen in mijn bak. Dus die gaan even aan de kant. Misschien dat ik er daar nog wel eentje van terugpak om iets op te maken met de jelly plates. Nou, jelly plates heb ik in alle soorten en maten. Ik heb ze hier zo in een bak zitten. Ik heb een cirkel. En deze is van 10,2 centimeter. Ik heb een kleintje. Die is 3 bij 5 inch. Dus dat is, even zien, zeg maar 12,5 bij 7,5. Ik heb hier nog een cirkel van 10 centimeter. Ik heb hier een grote cirkel van 15 centimeter. Ik heb een A5'je. Ik heb een vierkant. En ik heb hier... ook nog een A5. Die is net iets groter dan deze. Dus deze is... Deze die grote is 14,9 bij 21 centimeter. En deze is 18 bij 13,5. Dus je hebt ze in alle soorten en maten. Advies, wel van Gel Arts of Gel Press kopen. Of Jelly Arts of Gel Press kopen. Dat zijn de goede... Alle goedkopere merken, ja, dan kom je een beetje van de koude kermis thuis. Want dan ja, krijg je minder mooie afdrukken. Die zijn toch net anders van samenstelling. Ik heb ook nog een hele grote, een A4. Die heb ik ook nog. Die zou ik eventueel zo meteen ook nog even een beetje kunnen gebruiken. Maar onder de camera is meestal de A5 het handigste. En dan pak ik meestal een oud puttelbuk plaatje waar ik hem op leg. En dan moet ik even zoeken waar die nou is. Dan heb ik ze allemaal op. Hier deze. En ik pak ook de cirkel van 10 centimeter erbij. Die zijn nu eenmaal het handigste om te laten zien. Ik heb ook nog een hele grote van 30 bij 30. Dus ja, ik heb intussen heel jelly plates verzameld. Omdat ik het gewoon leuk vind om te doen. En je kunt met elke maat weer net een ander idee maken, zeg maar. Nou. Ik bewaar ze wel in die hoesjes waar ze in verkocht worden. Maar tussen een papiertje, daar hebben we alles. Als je vaker naar dit soort filmpjes kijkt, dan weet je dat er is. Dat die plastic hoesjes toch soms nog wel eens wat luchtbellen willen veroorzaken in je, ja, je jelly plate. Nou, dit is zo'n ja, van gel gemaakte flubber dingetje. En dan moeten natuurlijk geen afdrukjes in komen, want die ga je zien op je, ja, afdrukken die je weer maakt. Op papier. Dus hij moet gewoon lekker glad blijven. Nou, die van mij is al wat verkleurd. Dat is helemaal niks, geen probleem. Dat komt door de inkt die dan wel eens achterblijft. En hij doet het verder gewoon nog hartstikke goed. Ik zal even mijn camera een klein beetje wegzetten. Zo. Wat is nou slim? Ik denk dat ik toch even... Misschien vindt het beeld iets minder leuk, maar ik ga hem toch even afdekken, want... Je krijgt zo'n vieze bende als je gaat sprayen. En als ik dit even onderleg, kan ik die af en toe verschonen. Zo. Nou, meestal leg ik een afrolvelletje langs mijn jelly plate. Nou, eventjes, soms vragen mensen dan. Momenteel heb ik A4 kopieerpapier van 200 gram. Ja, ik heb geen idee. Ik bestel het dan bij 1, 2, 3 inkt en dan weer bij zo'n andere kantoorboekhandel.
Dus daar moet je even op googelen als je dat wil hebben. Die leg ik er langs. Nou, breiers heb je nodig als je met de jelly plate gaat werken. Ja, ik heb verschillende. Je hebt harde en zachte. Dit is een beetje een zachte rubberen en deze is wat harder. Een kleintje. Je hebt ze in alle soorten en maten. Dus dat is ook handig om te hebben. En dan kunnen we aan de slag. Wat ik trouwens ook wel eens doe. Ik kan kijk wel meteen doen. Dan moet ik twee vliegen in één klap. Ik krijg mijn ronde ook alvast klaar. Dan kan die op zo'n ander plaatje. Nou, die is ook verkleurd zoals je ziet. Je kunt met alcohol inkten ook op een jelly plate. Die verkleuren er wel. En ik heb ook het idee dat sommige van de inkten die ik vandaag gebruik echt wat kleur afgeven. Maar het geeft niet meer af op het papier nu. En ik heb natuurlijk nodig, die heb ik net gepakt, dat heb ik, mijn 300 grams aquarelpapier. Mag ook 200 zijn, maar ik ben er mijn 300 aan het opmaken op het moment. En stencils uiteraard. Oh, die had ik niet. Dan was ik nog bezig met klaarleggen en het was afgeleid. Nou ja, die liggen hier nog steeds in de buurt. Pakken we daar het hele zwikkie van. En een hele stapel met stencils. En ik heb ook nog nieuwe. Die liggen hier langs nog. Deze heb ik van de week gekocht. De laatste nieuwe van Dutch Doobie Doo. Ik vind die altijd erg fijn. Die zo met z'n drie bij elkaar zitten. Dit is toevallig de 470784339. De Man at Work. Dus die gaan we ook testen vandaag. Nou, dan ben ik er klaar voor. Ik ga eens even eerst. Ik denk dat ik het even gewoon weer met dezelfde kleurencombinatie ga doen. Als die mij goed bevallen zijn. Als ik het nog een beetje weet. Dus ik ga even beginnen met de oranje. Een beetje de herfsttintjes. De Golden Honey, de Majestic Ruby en de Raspberry. Die pak ik er eventjes bij. Nou, je kunt rechtstreeks op je jelly plate kleur aanbrengen. Dit kan natuurlijk ook met de Distress inkt, hè? Maar, dus die inktpetjes van de Distress. Kijk, en als ik deze hier nu een beetje alvast langs leg, dan kan ik het overtollige inkt alvast hierop doen. Meestal doe ik het ook nog even een keertje hierop afrollen. Kijk eens. Wat een leuke. Dus je hebt nou het idee dat hier bijna niks op zit, maar je ziet het, hè. En dan ga ik er al meteen een stencil op leggen. Je kunt deze ook afdrukken. Ik kan het als beter meteen eerst even zo doen. Dan pak ik wel even een kopieervelletje voor. Want dan ga ik vaak met die gel plate zoveel afdrukken maken dat ik het zo vaak zonde vind om. En een beetje water, want dat is wel het leukste. Deze kleuren reageren natuurlijk op water. En ik doe dan maar een heel klein beetje. Omdat ik een gewoon kopieervelletje heb gepakt. Nou, ik leg hem. Kijk, dat is het fijne als je hem op zo'n plaatje doet. Dan kun je zien waar je hem neer gaat leggen. En dan kun je elke keer op dezelfde plek hem ongeveer terugleggen. Kijk. Omdat ik nu met de stempelinkt direct op mijn jellyplate heb geduwd, heb ik een beetje hokjes nu. Maar dat is eigenlijk op zich prima. Dat geeft best wel een leuke effect. Daar kunnen we dadelijk nog met een stencil overheen. En je ziet in het stukje wat ik nat heb gemaakt, ja, je ziet het al wel, hè? Hier zit nog steeds die shine. Die geeft hij nu ook af. Maar die zit ook nog een beetje op mijn jellyplate. En dat is straks weer heel erg leuk. Ik denk dat deze niet zo'n heel heftig effect zal geven. Maar ik ga het toch proberen. Want zoveel inkt heb ik hier niet op gehad. Hè? Ik kan toch even kijken wat dit voor een afdrukje geeft. Leggen we die er gewoon even langs. En wederom, we hebben geen controle over wat we krijgen. We krijgen wat we krijgen. Kijk, dat is meteen al helemaal leuk. Kijk eens. Kijk, en dit is dan weer
leuk voor zo'n art journal pagina. Dat je hier omheen wat bloemetjes of... Dan moet je zien. Ik heb echt maar echt een klein beetje inkt gedaan. En dit is al het resultaat. Je kunt het ook zonder water doen. Dat zullen we misschien straks nog even doen. Maar met water geeft hij natuurlijk deze inkt te reageren leuk op water. Als glansje dan komt. Nou. En mijn glansje zit ook op mijn breer. Zie je? Een beetje goudglans. Dus we gaan weer lekker shinen. Ik ga nu een stencil erop leggen. Met Kijk, en hier kan ik ook een uur en een urenlang filmpje van maken. Want je kunt blijven dingen uitproberen. Maar we gaan gewoon eens eventjes... Ik doe nu hier mijn inkt op. En dan rol ik dat uit. Want nu krijg ik inkt op mijn breier. Dan kan ik iets gerichter door mijn stencil heen inkt aanbrengen. Ik haal het eraf. Ik denk dat dit nu iets te licht is. Misschien voor deze, maar ik ga het toch proberen. Ik doe het ook weer een klein beetje met water activeren. En ik leg hem op dezelfde plek als net. Dan gaan we eens kijken of we een tweede laagje kunnen creëren. Ik moet nu natuurlijk opletten dat ik niet nog een laagje met water ga doen. Want dan gaat mijn papier daar niet trekken. Dan had ik het weer beter wel op... Maar kijk eens. Dus er komt weer een laagje op je afbeelding. Ik vind het echt... Het is gewoon tover, hè, op deze manier. Hier zit zelf ook nog een beetje op. Gaan we straks kijken of we dat een beetje af kunnen krijgen. Want dat is juist zo leuk. En deze... Oh, nou heb ik die ronde hier net opgelegd. Dus dit is niet zo handig wat ik gedaan heb. Maar dat geeft niks, want hier kunnen we straks best wel iets leuks mee maken. Dus dan ga ik hem nu zo opleggen. Want dan wordt het gewoon... Wat van foutjes aan elkaar hangt, maak je vaak de leukste pagina's weer van. Dat vind ik in ieder geval. Ik pak even een nat billendoekje. En even. En dan ga ik mijn stencil weer schoonmaken, wat ik al eerder heb gedaan in de andere filmpjes. Hè? Want hier zat natuurlijk inkt op deze. En ik moet voorzichtig zijn wederom, want ik heb maar mijn 200 gram papier. Maar ja. Je ziet zelfs het glansje weer erin. En hier ga je echt leuke afdrukjes zo mee krijgen. Hè? Dus dit is zomaar eventjes met de tinten Golden Honey, Majestic Ruby en Raspberry. Zullen we nou eens gaan kijken of we ze met elkaar kunnen gaan combineren? Dat is misschien ook wel leuk. Dus beide... Dus de inktjes van... Spectrum naar met een spray. Gaan we eens even zien. Gaan we eerst even een achtergrondje maken. Pak nog eventjes deze kleuren. Want ik heb in deze kleuren ook wel wat sprays. Ik ga gewoon even wat geel aanbrengen. Deze rol ik er even af. Nou, hier kun je straks echt hele leuke blaadjes en dingetjes uitstansen. Maar ook een pagina van maken. Wat jij wil. Even nog een beetje oranje erbij. Die zetten we ook zomaar her en der. Ik heb geen idee meer waar ik het heel heb zitten. Maar ik ga gewoon een beetje overal en nergens wat doen. Meestal kom je echt plaats te kort als je dit aan het doen bent. Zo. Ga ik nu wel even een aquarelpapiertje pakken, want zometeen gaan hier sprays op komen. En ik ga... Oh, sorry. Even hier activeren met water. En ik ga hem op mijn papier leggen. Ik laat het even zijn werk doen, intrekken. Je kunt deze ook nog even omdraaien. Met je hand afvegen.
eraf halen. En dat is nou zo leuk, omdat ik mijn water heb gedaan, krijg je ook nog dit effect, hè? Kijk, en je ziet al dat er ook nog een klein beetje van die blokjes afgekomen zijn. Ja, ik vind dat altijd helemaal leuk. Je weet nooit, je moet de jellyplate eigenlijk niet te veel schoonmaken. Dan komt er gewoon soms nog eens even wat leuks spannends tevoorschijn. Wat je ja, nog op je vorige plaat had zitten. Deze maken we even droog, want die druppels die gaan natuurlijk mooi goud geven. Mee. Zo. Dan is deze klaar voor gebruik. Maak deze even schoon door hem hier nog een keer op te leggen. Het zat nog een beetje nat op, dus wat er afkomt, komt eraf. Nou, niet heel veel, maar dan is wel mijn jellyplate nu in ieder geval. En ik heb ook deze nog. Even een. Het is echt winkelen zo, hè? Dan maken we deze in het rond. Want dat zat natuurlijk ook inkt op, omdat ik daar vanaf met de breder heb gepakt. Kunnen we eens even zien. Kijk. Kun je een beetje mee spelen met hoe je de water eraf haalt. Je kunt het hier ook nog een beetje zo laten lopen. Dit zou je ook kunnen doen met bijvoorbeeld aquarelverf op deze manier. Dat je aquarelverf aanbrengt op je jellyplate en mat maakt. Daar staat ook al eens een filmpje van op mijn, heb ik met die JMA markers ooit gedaan. Ben je echt geïnteresseerd in de jellyplate? Op mijn YouTube kanaal zijn nog wel meer filmpjes erover te vinden. En, ja, en elke kleur middel geeft uiteraard een ander resultaat. Even opletten dat ik hem niet laat vallen. Ik heb hier ook nog een beetje water zitten. Ga ik gewoon maar even hier zo druppeltjes afdrukken. Ik kan zelfs een beetje uitsmeren. Zo, kijk. En alles is weer schoon. Nou, dit komt straks ook nog wel een keertje iets van. Dus nu heb ik twee mooie afdrukjes met de Spectrum naar. Ik zelf vind het echt, eigenlijk is het al prima. Hier kun je vanaf kun je al hele leuke afdrukken maken. Maar we gingen kijken wat we met de sprays kunnen doen, hè. Ik ga nu eerst met de spray doen door het stencil heen om een tweede laagje te maken. En dan ga ik straks wel laten zien dat je met de spray ook van zo'n basisafdruk kunt maken. Nou, deze gaan even aan de kant. Als ik het nou allemaal een klein beetje tussendoor opruim, dan heb ik misschien overzicht. Kijk, dan heb ik hier die Harvest Mood. Ik kan eventjes kijken wat ik heb. We hadden dat, ja, dat is deze. Die kan natuurlijk mooi over deze kleur heen. Ik zou voor deze kunnen kiezen nog. Ik denk dat dat wel bij mijn, van mijn sprays het mooiste is. Ja, dan moet ik ook nog deze hebben. Zo, ga ik er die overheen zetten. Dus ik heb nu de Harvest Moon en de Sugary Gumdrop. Nou, die moeten we weer even schudden. Mika moet even goed gemengd worden met de inkt. En dat had ik wel van tevoren kunnen doen, maar ik heb toch het idee dat dat weer naar beneden zakt als het stil staat. Dus ik kan het maar beter doen op het moment dat ik ze wil gaan gebruiken. Ik zag net nog een filmpje voorbij komen ook van met de ijzing inkten. Dat ik daar ook een keer met de jellyplate heb gewerkt. Dat filmpje staat ergens bij december in mijn... op mijn kanaal. Er zat ook leuke shimmer in, zag ik. Dus die kun je ook eventueel nog hiermee combineren. Hè? Nou, ik heb hier mijn stencil liggen. Ik kan er zo op sprayen. Dat is een techniek wat kan. We hebben natuurlijk
ook gewoon op papier gedaan. Dus in plaats van dat er nu papier onder ligt, ligt er nu mijn jellyplate onder. Dan pak ik even een kopieervelletje om me af te halen wat hier nu op zit. Ja, wederom zonde om niet te gebruiken. Dus die leggen we er even op. Dan halen we het inkt wat erop ligt nu eraf. Kijk eens. Dus dan kun je op deze manier je stencil zeg maar schoonmaken. En hier ligt nu natuurlijk onder. Want daar is ook nog op gespreid. En die ga ik hierop afdrukken. Een beetje weer mikken dat die op de juiste plek komt. Ik ga er nu geen water op doen. Want die spray is van zichzelf al wel iets natter. Hebben we weer een extra laagje. En hier zit weer een stuk extra shimmer op. Wat straks van pas komt. Maar dit is echt, ja, ik vind dat zo leuk dat toveren met die... Nou, hier zit natuurlijk ook nat op. Nu kan ik kiezen wat ik daarmee doe. En ik denk dat ik hem hier gewoon op doe. Dus dit stuk is nat. Die geef ik wel even iets extra nog. Om het te activeren. En die ga ik even hierop leggen. Zo. En dan ga ik deze even op deze doen. Waar ik al mee bezig ben geweest. Ga ik deze even hierop leggen. Om hem schoon te maken. En dan kan ik op deze manier ook even de inkt die aan de andere kant van het stencil zit in mijn jellyplate drukken eigenlijk. Dus dan hebben we twee vliegen in één klap. Kijk, hier hebben we weer een beetje geel. Hier zit nog steeds geel op. En als het goed is, zit hier nu ook geel. Dat is lastig te zien natuurlijk. En die moeten we dan nog op die andere ronde doen. Kijk. Die leggen we zo. Dan gaan we kijken of we die ruitjes nu ook... Zo kun je ze ook combineren met elkaar, hè? De inkten en de sprays. Kijk. Dus dat kan ook. Nou, dan hebben we al een mooie start voor een kaart of een pagina. En we hebben nog leuke resten. Nou, die resten ga ik nog even nog een beetje leuker maken, want ik heb natuurlijk weer een vel stencil. Dus dan gaan we dat heel, wat hierop zit, nog even afpoetsen. En dan hebben we hier wederom een extra afdruk. Nou, deze ga ik even zo doen. Er zit natuurlijk nog veel meer op. Maar ja, ik had er al een paar keer schoongemaakt natuurlijk, dus ik moet niet te veel. Dit is wel een leuk stencil, hè? Die met die ruitjes. Die is goedgekeurd uit de Man and Work collectie. Kijk, het is ook handig dat dit nu gelijk op deze manier schoon is. En dit gooi ik straks gewoon allemaal weg. Deze gaat aan de kant. Ik denk dat ik nu eens heel even laat zien wat er gebeurt als ik hier witte verf op doe. Want dan heb ik weer een schone jellyplate voor andere kleurtjes. Ik ga eens even laten zien dat als ik hier gewone witte acrylverf. Ik werk zelf heel graag met de titaanwit van Amsterdam. Een heel dun laagje. Dan hebben we namelijk, als het goed is zo meteen, al die restjes die hierop zitten. Die trek ik er nu af. Oh, hier zit een. Die ga ik er, dit is daar natuurlijk weer een nieuw nat laagje wat erop komt. De jellyplate geeft alleen maar... Oh. Een afdruk als het een beetje een natte afdruk, ja, natte, iets nats op zit. Die moet ik even goed afrollen, want ik vind die druppeltjes niet mooi. Zo, kijk. Een dun laagje wit. Deze doe ik even hierop af. Dat vind ik niet zo mooi als je dat op een... dan is die ook weer schoon. En dan ga ik ze even
alweer bijna een half uur aan het filmen. Ik heb nog maar één kleurencombinatie gedaan. Goed. Op zich werkt het met alle kleurencombinaties natuurlijk hetzelfde, hè? Ik ben goed aanwrijven en het werk laten doen. Nou, hij heeft dit nou vastgeplakt. Omdat ze. Kijk eens. Dan laat ik het. Doe het even zo. Kijk nou eens wat er afgekomen is. Hadden jullie gedacht dat dit er nog op zat? Al deze kleurtjes zaten er gewoon nog op. En nu zie ik aan mijn jelly plate dat daar niks meer op zit. Dus ik heb hem schoongemaakt door er even een dun laagje witte acrylverf op te doen. Dus dit is bijvangst eigenlijk. Nou, dat kan ik ook nog doen met deze. Dat gaan we ook nog even doen. Ik weet niet of dat hier veel op zit, want hier heb ik natuurlijk toch allemaal iets minder inkt gedaan. Maar ja, als het niks is, is het niks. Dat is niet erg. Dan hebben we het gewoon geprobeerd. Even goed uitrollen. Als er te veel inkt aan je, of ja, inkt of verf aan je breier zit, dan poets je hem even schoon. Zo, helemaal goed. Wat heb ik nog? Ik heb hier nog een lege kant. Kan deze hier op. Heb je een hele vieze jelly plate, dan kan je hem altijd met zo'n babydoekje schoonmaken. En je kunt ook nog met babyolie een beetje voorzichtig invrijven en dan met een doekje er, een matdoekje eraf halen. Dat is ook nog mogelijk. Kijk, maar hier hebben we dus ook nog een cirkel. Iets minder tekening erin, want ik heb hier natuurlijk minder met de stencil in gewerkt. Maar wel nog waar je weer vanuit iets kunt gaan maken met... een extra laagje, hè? Nou, hier ligt intussen een hele zooi op de grond. Even pakken. Dus we hebben deze. Dat we eerst de Spectrum Noir op de jelly plate hebben gedaan. En daarna met inkt en de stencil. En dan hebben we hier een schoongemaakte. En we hebben hier... ook nog, dus ik heb nu al 1, 2, 3, 4, 5, 6 afdrukjes van ja, een half uurtje spelen. Oké, deze gaan aan de kant. En dan gaan we eens kijken wat we nog meer kunnen doen. Ik ga een andere stencil pakken. Even deze plekjes aan de kant leggen. Waar is dat? Ik kan het zeggen. Daar is die. Dan pak ik nog even, ja, deze nieuwe hebben we net dan toch. Dan pak ik even die scheve ruitjes nu. En ik ga een afrolvelletje pakken. En we gaan eens kijken welke inkt zullen we nu pakken. Nu wil ik eigenlijk met de spray. Oh, ik kan nu wel een spray en de sprits met elkaar gaan combineren. Dat is voor nu wel leuk. Ik denk dat ik nu deze twee ga pakken. De Juniper Berry. En de Frosty Mint. Die vind ik ook wel leuk bij elkaar. Maar waar heb ik de... Juniper Berry, dat is deze. Ja. Even weer schudden. Even stereo schudden, dan is het sneller gebeurd. Zo. Dan begin ik even met de lichte kleur. En ik spray nu even rechtstreeks op de jelly plate. En ik ga het even een beetje zo uitsmoetsen met de brayer. En dit is ook erg leuk. Kijk, wat je hier krijgt, dat is een beetje een marmer effect. Als je hem zo afrolt. En in die marmer, ja,
Ja, zien jullie die glans? Zelfs daar zit ook het klantje in, die Mika. Die geeft zo op deze manier ook kleur. Dit zijn natuurlijk heftigere kleuren. Ik ga deze wel een klein beetje uitsmeren, maar niet te veel. Want dan heb ik ze door elkaar zitten. Kijk eens. Dit is zo cool, hè? Dit alleen al gewoon om, ja, om dit als achtergrond zo te verwerken. Alleen daarom al zou je inkt op een jelly plate gooien. Nou, ik ga hier ook een klein, heel klein beetje water over sprayen. En ik ga hier meteen mijn stencil opleggen. Dan ga ik het niet als afdruk maken. Als vierkant elkaar meteen mijn stencil erop leggen. En ik pak een velletje aquarelpapier. En die leg ik erop. Dus gaan we het nu even andersom doen. Door niet een basiskleur op de basis te krijgen, zeg maar. Maar om meteen, kijk. Meteen het stencil staat er nu op. Ik denk, dat is misschien omdat dit best wel donkere kleuren zijn. Je ziet, het groen is weinig, is ver vertrokken, maar dat geeft niks. En hier heb ik natuurlijk de andere kant van het stencil. Ik leg deze even hier weg. Dus hier kan ik ook nog een afdruk maken. Wacht, als ik deze dan even zo neerleg, dan kan ik hem echt mooi richten. Mocht ik er een pagina van willen maken, dan ligt hij mooi. Ik moet even opletten, want hier zit natuurlijk inkt aan de zijkant nu. Eens kijken wat dit geeft. Dit geeft waarschijnlijk iets meer een afdruk in de zin van dat je die blokjes goed ziet. En hier kan dat iets meer aan elkaar overgelopen zijn. Zie je? Hier is het iets minder een. Hier zie je die afdruk wel. Maar er zitten natuurlijk ook nog spetters in. Omdat er ook onder de stencil inkt is gelopen. Maar het is niet minder leuk zo, hè? Hier, vanuit hier kun je natuurlijk ook een hele leuke basis gaan maken. Deze gaat even aan de kant. Want ik heb hier een stencil wat vies is, wat nat is. En die ga ik even aan deze kant leggen. Om een afdruk te maken. In het blauw wat ik toch al heb. Het afdrukvelletje. Had ik ook over een... bijvoorbeeld een van deze. Had ik ook kunnen pakken. Bijvoorbeeld deze blauwe. En daar had ik hem ook nog over af kunnen drukken. Als je denkt, nou die vond ik toch nog een beetje te saai. Ik heb hem nu hier zitten. En het is eigenlijk allemaal net even een beetje, ja, crunchy. Niet per se een scherpe afdruk. Maar dat is eigenlijk ook niet wat ik wil. Nou, hier gaan we natuurlijk deze weer schoonmaken. En zo hebben we... op het afvoervelletje ook meteen wat spannend gemaakt. Nou, als je hier zo een doorsnijd en een slimlijnkaart van maakt, dan denk ik dat je al een heel eind bent. Nou, dan ga ik nu kijken wat er gebeurt als ik daar sprits overheen doe. Want de sprits is eigenlijk minder dekkend. Maak hem even droog. In de sprits zit in principe geen kleurstof, maar alleen die shimmer. Het is misschien wel interessant om te zien wat er gebeurt als we dan nu wel een dekkende achtergrond maken. Die dan misschien... Laat gewoon kijken. Niet probeert, weet je het niet? Ik moet natuurlijk even een beetje uitkijken dat ik niet te veel met mijn heat-tool bovenop mijn jelly plate doe, want dat, ja, dan kan hij wel eens van gaan smelten. Dat is toen niet te bedoelen. Zo. Pak even deze terug. En dan moet ik van mijn spritsen misschien deze en die
Uncharted Mariner. De Peacock Feathers en de Uncharted Mariner. Ik denk dat die kleurtjes wel overeenkomen met de kleuren die ik net gebruikt heb. Ja, dan begin ik even met de licht en die doe ik nu even hier sprayen. Om op deze manier naar hier te brengen, te transporteren. Even iets gerichter te werk gaan, denk ik dan. Ik pak even een afrolvelletje. We gaan eens even zien hoe deze afrolt. Want de sprits hebben we natuurlijk nog niet gebruikt in eerdere video's. Kijk, maar die geeft natuurlijk ook zo'n marmer effect. Hè? Dat is natuurlijk ook inkt. Alleen, ja, volgens mij was dit... Dat staat er niet op. Volgens mij zat hier iets minder pigment in. Eens eventjes denken. Ik ga deze gelijk hier schoonmaken. Ik kan hier natuurlijk ook water bij sprayen, een klein beetje. Niet te veel, want ik pak mijn kopieerpapiertje. Ik haal hem eraf. Kijk, die geeft een minder, wat ik al zei. Hij geeft wel een leuk effect, maar hij geeft minder zo die rand aan, omdat er minder... pigment in die inkt zit. Het idee is wel heel leuk wat die geeft. Zo, dit laat ik even zo. Maak ik hem nu wel even droog met een doekje. Want ik wil dat blauwe er niet bij. Dan pak ik die donkerdere, die Uncharted Mariner. Oh, die heb ik net gedaan. Was deze zelf of niet? Nee. Met die Peacock gedaan, toch? Ja, dit is een andere. Dit is die Uncharted Mariner. Tenminste, volgens mij is dit de andere kleur. Ja. Zo. Waar is mijn velletje? En we winkelen weer van blaadje naar blaadje. Ik weet niet of het allemaal overkomt op papier. Ja, volgens mij is dit wel de andere kleur. Maar het is allemaal net iets minder fel op de kleur, hè? Maar er zit ook, ja, wederom een prachtige shimmer in. Maar mijn idee was nu om deze een heel klein beetje nat sprayen hier op te leggen. En te kijken wat er dan gebeurt. In mijn beleving moet je die eerste laag er nog goed doorheen kunnen zien. Omdat die shimmers dus minder pigment bevatten. Ja, kijk eens. En dit is natuurlijk helemaal super tof. Want dat nat van die shimmers heeft nu gereageerd op mijn stencilafdruk. En moet, ja, ik vind het. Dit had je dus niet kunnen bedenken. Dit kan ik niet nog een keer al doen. Dit zijn allemaal van die unieke, eenmalige... Ik vind hem prachtig. Dit is echt... Een hele leuke print voor een achtergrond. Dus die shimmers en die mica's, die zijn echt heel leuk met elkaar te combineren. Ik ga deze even hier nog op doen. Ik had natuurlijk dezelfde techniek ook met het rondje kunnen doen. Ik wil toch wel een klein beetje... beperken in tijd. Wat ik zeg, hier kun je straks echt ook nog leuke andere afdrukjes mee maken. Maar hier hebben we natuurlijk ook zo'nzelfde verhaal dat je er nog van alles op hebt zitten. En ik denk dat ik hier nog even een beetje een spannender geheel van ga maken door deze inkt erbij te pakken weer. De Gilded Sky en de Starlit Sky. Voor nog een extra. Oeh.
Welke heb ik nou net gedaan? Ja, die andere. Dan gaan we deze lekker in de achtergrond doen. Zo. Het lijkt bijna niks, maar ik heb het idee dat we dat dan straks al wel weer leuk af kunnen krijgen. Als we met wit eroverheen gaan doen. Echt, ik vind hem prachtig. Die gaat tegen de kant, deze gaat tegen de kant. Wat heb ik hier nog? Ik heb hier nog twee blaadjes. Maar ik wil even een stencil. En dan ga ik even weer, toch eventjes, naar deze. Ja, die was van Bonti, maar ik ben even de verpakking kwijt. Dus ik weet even niet welk merk, welk nummertje. Ik leg hem er even op. Ik ga eens heel even zien of ik door mijn stencil heen wat kleur af kan brengen. Dan hebben we die afdruk alvast. En dan hebben we ook die rondjes in de jellyplate staan. Dan heb ik eigenlijk de rondjes weer schoon. Dat is nu eigenlijk een beetje wat ik hoop dat er gebeurd is. Ja, dat is gebeurd. Kijk. Maar onder die rondjes zit nu nog wel inkt. En daar wil ik eigenlijk weer opnieuw met die sprits. Kleur opgeven. En ook, we gaan nu gewoon helemaal gek doen. Ook met de Mika. Zo. Hier ga ik ook een afdruk van. Nee, hier moet ik. Deze moet ik er zo afhalen, anders heb ik mijn effect niet. Kijk. En hier ga ik nu een afdruk van maken. Of een aquarelpapiertje. Dat is wat ik wilde doen. En waarschijnlijk gaan ze nou een beetje met elkaar reageren. Want het ene is nat en de andere was, ja, deze was natuurlijk wat droger. Maar ja, reageert ook op water. Dus ik ben heel benieuwd wat voor een soort afdruk we nu krijgen. Kijk, dit is ook wel heel apart. Hier zie je de rondjes die gekomen zijn doordat deze eruit zijn gegaan. En die rondjes die ik gespreid heb, die zie je eigenlijk haast niet. Maar hij geeft wel een heel leuk vlekkerig resultaat. Dus eigenlijk is het mislukt. Hè? Want die tweede laag, die hadden eigenlijk rondjes moeten geven. Die had eigenlijk dit afdrukje moeten geven. Dat heeft hij niet gedaan. Maar ik vind hem nog steeds superleuk. Ik kikker in de keel. Ik raak er gewoon geëmotioneerd van. Deze gaat aan de kant. Deze ga ik even op de kop hierop leggen. Misschien krijg ik dan ook nog wel iets te zien. Wie zal het zeggen? Ga ik even deze kant schoonmaken. Dus ja, zo is het gewoon testen. En als het niet helemaal uitpakt zoals jij wil, nou ja, dat is het dan. Maar dat wil niet zeggen dat het daardoor minder leuk is. Dus die mislukjes, die zijn eigenlijk soms net zo leuk. Kijk, dit kan natuurlijk ook niet leuk zijn. Nu staat die cirkel erin en nog een beetje aan de buitenkant. Dus dat is ook grappig. Hier heb ik nu ook een afdrukje. En die ga ik hierop leggen. Ga ik er geen nat meer doorheen sprayen van een ander kleurtje. Waarschijnlijk heb ik nu wederom niet zulke mooie strakke afdruk van die rondjes. Omdat het natuurlijk vochtig is. Maar ja, toch wel. Kijk. Dus we hebben nu de positieve en de negatieve. Dus had ik daar bij deze niet nog die spray eroverheen gedaan. Dan had ik ook deze afdruk meer gezien. Ja, ik vind die vlekken erin eigenlijk wel heel erg leuk. Dus, nou, ik heb hier dadelijk weer lekkere vieze jellyplates. Maar dat is ook mijn bedoeling. Ik heb
hier nog een vies stempel. Dat was ook mijn bedoeling. Eerst even zo afdoen. En dan zo. Nee, wederom. Je krijgt er lekkere vieze vingers van. Die boenen we zo meteen wel schoon. En weer is het stencil weer schoon. Op mijn restvelletje. Nou, nu gaan we de jelly plates even schoonmaken met witte verf. Ze zijn nog wel een beetje nat, die druppeltjes. Dus eigenlijk moeten die droog zijn. Zo. Ik heb denk ik, ik moet even een nieuw... Laat ik die maar even heel. Even kijken, deze is al wel wat droger. Dus dan ga ik eerst met die ronde beginnen. Zo. Je ziet best wel wat nog shine op mijn jelly plate. Dus er zit echt nog wel wat inkt op. En daar gaan we dan nu weer afhalen met die witte verf. Niet te veel, want dan... Als die witte verf die laag te dik is, dan maakt die ook weer geen mooie afdruk. Want dan... trek je de verf die eronder zit er niet vanaf, of die inkt. Je moet een dun laagje, moet er eigenlijk nog een beetje doorheen kunnen kijken. Die gaan we hier doen. Kijken wat we nog overhouden. Nu dus mijn papier even gewoon in de A4 helemaal. Kijk eens. Kijk, en hier zie je dat ik niet helemaal mooi dat wit heb uitgerold. En dan zie je daar net een streepje nog van de braaier staan. Maar goed, dat is in dit geval nog wel weg te werken met strakjes met de stencils eroverheen. En hier hebben we natuurlijk nog zo'n verhaal. Even een klein beetje die natte inkt. Althans doen die mijn wit natuurlijk niet meer wit maken. Nou, ik mag een keer een nieuw tubetje kopen. Ja, daar gebruik ik best wel veel. De breier kan straks ook in een badje met Biotex. En dan is die ook weer schoon. Proberen mijn verdeling mooi te maken. En dan de andere kant van het velletje. Dan gaan we kijken wat we hier nog af kunnen toveren. Dan heb ik 50 minuutjes. Dan kan ik zo meteen nog één dingetje proberen. En dan hebben we weer een nieuw filmpje klaarstaan op de demodag. Kijk eens. Alle dingetjes, alle laagjes die erop zaten, heb ik hier nu. En hier zat natuurlijk een pupje van, zie je? Die zie je dan. Dan zit daar een hard korstje van de verf. En die kun je dan dus in je afdruk zien. Maar goed, geen probleem. Kijk, en dit geeft natuurlijk een beetje een doffer effect, omdat daar dat wit overheen zit, hè? Dus die shine komt er nu niet meer echt doorheen, die wel in die andere zit. Nou, dat waren dus deze. Dit is daar weer een aftreksel van. Deze is daar een aftreksel van. En deze. En deze. En deze. En dit is ook nog een... Daar kunnen we ook nog wel mee. Dus ook wederom een hele stapel met weer nieuwe velletjes. Zo. Ik had vorige keer in mijn vorige filmpje, ben ik met die, deze, die distress, die gridpaste. Oh, nou heb ik blauw aan mijn vinger zitten. Nee, maakt niet uit. Die is nu natuurlijk intussen droog. Dus ik denk, die kunnen we nu gaan gebruiken op de jelly plate. Om te kijken wat dat voor effect geeft.
En ik had in principe hier ook nog mijn classic reliefpasta en de textuur reliefpasta klaarstaan. Ja, dat moet dan weer drogen. En dat kan ik misschien zo meteen nog wel doen, maar dat weet ik nog niet. Ik ga eerst even die andere doen. En wat gaan we daarmee doen? Welke kleur in eerste instantie? Dat hebben we nog niet gedaan. Zal ik daar iets met paars tinten gaan doen? In combinatie weer met de spritsen en de bezoeken. Deze. Dan hebben we weer van alles. Ik heb de spritz, de Walted Violet, de Hocus Pocus van de Distress Mica Steen, Cosmic Purple en Amethyst. Nou, we hebben het gelijk. Dan gaan we die eens even... deze manier opzetten. Zo overal en nergens een beetje inkt. Even een afrolvelletje voor mijn breier. Deze is intussen zo nat van dat witte. Even een nieuwe voor. Zo. Ik ga deze even nat maken nu. Om die inkt te activeren. Er zit ook nog een beetje wit op, maar dat geeft helemaal niks. En die ga ik eens even op dit leggen. Gewoon. Hij is natuurlijk kleiner dan mijn... mijn jellyplate is natuurlijk kleiner dan mijn velletje. Maar dat vind ik niet erg. We gaan eens zien wat wij creëren nu op een velletje waar al iets van pasta op zit. Dan gaan we eens kijken. Kijk. Die pasta is natuurlijk doorzichtig. Dus wat daaronder is, blijft een beetje wittig. Dat is natuurlijk al heel erg leuk. Ik kan hem zelfs nu, want ik ben hier met aquarel, ik kan hem even een beetje sprayen dat hij een beetje door gaat lopen. Dat we die druppels weer een beetje krijgen. Zo. Ik had ook mijn velletje nat kunnen maken en dan daarna hier overheen. Was ook een optie geweest. Nu ga ik er nog een laagje op doen met een mica steen. En dat ga ik doen door een stencil heen te sprayen. En dan wil ik deze. Met die dopjes. Dat is ook wel een favorietje van mij. Die is van Art by Marleen. De Mask 65. Ja, geen idee of die nog verkocht wordt. Een beetje kijken of ik hem rechtop kan doen. En dan ga ik, spray ik even. Zo. En ik ga hem even uitsmeren. Maar niet overal. Gewoon zo op her en der. Waar is het afvalbelletje? Ik heb hem niet geschud. Ik denk al, hij geeft geen glimmertje. Ik heb hem niet geschud. Dan geeft hij geen glimmertje, want dan zit die mica natuurlijk onderin, hè? Dat is natuurlijk wel leuker als hij een beetje glimt. Dus we gaan even opnieuw doen. Deze bewaar ik even. En dan pak ik even deze. En dan leggen we hem erop. Even kijken, moet ik hem er eigenlijk... Oh, ik heb nou precies op dezelfde plekken. Dat was niet zo handig. Als ik het een beetje zo draai, ja, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik heb hem op dezelfde plekken als op mijn... als die pasta ook nou mijn stencil zit. Maar dat geeft niks.
Kijken wat er. Kunnen we gelijk testen wat dat doet? Nou, geeft toch ook weer een extra laagje. Hè? Ja, wat ik al zeg, je krijgt echt gewoon verrassingen elke keer. Je kunt iets in je hoofd hebben, maar je kunt het nooit krijgen wat je in je hoofd hebt, want je weet niet hoe dat het gaat reageren. Dat is ook helemaal niet erg. Dat is alleen maar leuk. Deze ga ik even hierop leggen. Ik wil een afdruk op mijn cirkeltje. En die ga ik hierop leggen. Zitten er toch ook weer op het cirkeltje. En die was natuurlijk nog paars van de vorige ronde, van deze. En daar zit dan dus die rondjes op. Ik kan deze nog, maak hier gelijk maar weer even mijn. Geeft niks, die vlek krijgen we allemaal nog wel weer weggepoetst en opgekalifaterd als we de achtergrondjes gaan maken. Ik heb trouwens een hele leuke pagina gemaakt. Oh, deze zie je bijna niet. Van die paars met groene. Dat is een Halloween pagina geworden. Ik had zelf echt zoiets van, wat heb ik nu voor een kleurencombinatie gekozen? En hij is toch leuk geworden? Dat is dan wel grappig, hè? Nou, die is ook een beetje schoon. Zomaar her en der. Het gaat maar, doe ik hier niks mee, dan mag dit uiteindelijk ook wel een keer weggegooid worden. Maar hier kunnen we nog. Ik ga hier nog een beetje nog één stencil in doen. En dan wil ik eigenlijk die hoekjes nog een kleurtje geven. Deze ga ik even voorzichtig afteppen. Dan pak ik een beetje dat grijzige. En dat was deze. Even kijken. Ja, die Frozen Fog. Of de Phantom Mist. Ik denk de Phantom Mist, dat je die beter ziet. En dan kan ik van de spritsen de Weathered Wood bijpakken nog. Ik vind dat ook wel een mooie combinatie bij elkaar. Toch pakt die kleur ook wel iets aan, hè, hieronder. Hij is wel wat paarsig geworden. Ik weet niet wat er gebeurt als ik die. Ja, dan kun je er wel een beetje afpoetsen met een licht nat doekje. Dan wordt hij weer witter. Ja, dat kan. Net als hier ook. Hier zit best wel paars op. Dan kun je er dus nog een beetje afvegen. Dan blijft toch die translucent een beetje in het zicht. Hè? Is wel, ik vind het wel heel mooi effect geven. Oké, okay, nu zit het dus wel bijna een uurtje. Nou, om maar niet te veel stencils vies te maken, ga ik even deze doen. Moet ik even kijken, waar moet nu mijn verf, mijn inkt komen? Hier en hier, deze twee. Ja, ik moet net een spiegelbeeld, hè. Niet te veel. Deze er doorheen. Ook een beetje in het midden deze, want die is toch wat lichter. Dan ga ik het even met deze eraf halen. Dus ja, je kunt het even met de breier er doorheen doen. Kijk eens. Leuk. Of je laat het even. Doet het gewoon zo. En nu kunnen we hem zo erop leggen. Kijk, nu heb ik wel in die hoekjes een. Juist hoekjes gespreid. Ja, kijk.
En zo ga je laagje voor laagje ga je hem verder opbouwen. En deze gaan we zo weer schoonmaken. En zo krijgen we overal een kleurtje. En uiteindelijk meteen redelijk schone stencils. Dit is dit. Wat je ook nog kunt doen is met deze dan weer bijvoorbeeld. Moet ik heel even kijken. Ja, deze. Even de paars. Als je zegt van nou, ik wil nog een klein beetje. Kun je natuurlijk op deze manier ook weer je kleur aanbrengen. En als je die dan ook nog een beetje nat maakt. Als het stencil er nog op ligt, moet je hem wel even goed vasthouden. Dan zit dit ook iets minder heftig in de achtergrond als wanneer ik daar water er niet op had gedaan. Ja, maar zo maak je dus ja, gewoon lekker een achtergrondje. Je kunt ook zeggen, nou, ik maak een beetje in de basis mijn achtergrondje. En ik doe dan naar de rand dit. Hè? Schrijf even op de achterkant welke kleurtjes je gebruikt hebt. En dan kun je wanneer je je plaatje erop doet of je kaart gaat maken of wat je ermee wil gaan doen, kun je hem verder af gaan maken. Maar ik vind hem echt ook weer top. Dus je krijgt toch een beetje een watercolor achtergrond. Nou, dit had natuurlijk ook met de dingen kunnen zijn. Hoe heet die? De pastas. Dit kun je natuurlijk ook nog naar de rand erop doen. Yes, als ik op deze afdruk bijvoorbeeld, dat ik daar dan die pasta of die gritpasta erop doe. Had ook gekund. Nou, hier hebben we deze. Ik heb, als het goed is, hier nu ook een redelijk vies dingetje nog. En ik kan er natuurlijk nog iets meer kleur op aanbrengen. Een beetje manipuleren. Zo, een beetje overlaan. Kijk, die heel even laat drogen. Dan kan ik op deze manier, heb ik zo meteen een afdruk als ik daar weer bij wit overheen ga, hè. Dan kan ik eventueel met die blokjes deze doen. Dus ja, wat ik al zei, ik kan nog uren een filmpje maken. En dit proberen en dat uitproberen. Ja, we kunnen niet aan de gang blijven. Hè? Dat doen we dan weer een andere keer. Dus dit was met de amethyst en de cosmic purple. Maar het is in ieder geval wel getest dat je ze allemaal lekker met elkaar kunt combineren. Dat hebben we wel getest, hè. Wat ik misschien ook nog even wil testen. Die gaan we helemaal... waar is die? Deze moet ik hebben. Je kunt natuurlijk ook van je stencil een hier spray op doen zonder die jelly plate eronder. En dan nu ga ik dit op een blaadje doen. Kan ook. Even nog een nieuw blaadje pakken. Dus dan heb je eigenlijk je stencil als een beetje lekker bekleed met allemaal inktjes. Jelly print, maar kijk. Ik vind dit ook leuk. Dan zou je nog kunnen zeggen van nou, die druppels, die ga ik nog een beetje activeren met water. En zo krijg je toch een heerlijke grungy achtergrond, hè? I love it. En dit is echt wat de kaartenmakers kunnen doen. Ga lekker een middagje zitten spelen. En je gebruikt dit als je designpapier. Mensen die met die Maremi kaartplaatjes aan de weer gaan. Nou,
Die kunnen hier gewoon lekker de Marini afdrukjes op kwijt. Mensen die graag inkleuren kunnen hun ingekleurde plaatjes erop kwijt. En doe je er niks mee, is het ook prima. Dan heb je gewoon lekker gespeeld. Kan ook, hè? Ja, jullie zien het. Ik kan niet stoppen. Maar ik moet natuurlijk even... Ik ben nu eventjes een beetje tijd aan het overbruggen om mijn inktjes droog te krijgen op mijn jellyplate. Dan ga ik daar nog een afdruk van maken. Nou, en dan brei ik er een einde. Kijk, deze geeft helemaal niet zoveel afdruk. Maar deze ga ik, geeft niks. Want daar ga ik mijn afdrukje nog op maken. Die zal nu intussen droog zijn. Dus je kunt ook je restjes inkt manipuleren. Hè, door er nog een beetje inkt op te doen. Als je bang bent dat er te weinig... afdruk vanaf gaat komen, dan doe je nog een klein beetje gewoon wat ik net heb gedaan. Ik zal dat niet met de sprays doen, maar met een inktpad. En dat kan dan distress zijn of oxide. Of met deze Spectrum Mars. En dan pak ik deze ook, sorry, ik stoot tegen de camera aan. Of tegen de standaard aan. En dan pak ik even deze nog. En dan leg ik hem hier gewoon op. Nou, we zien dat het afkomt. Ja, ik denk een hele mooie, ja. Kijk. Tadadada. Dus nu hebben we de dingen schoongemaakt. Er zit nog een heel klein beetje op. Misschien zit er nog een lichte afdruk op. Ik kan hem even... Ik kan het even proberen. Nou, die is in ieder geval goed gelukt. Soms wil er nog wel eens een tweede afdruk op zitten. Maar dat is niet altijd. Nou, weer even een dunne laagje witte verfje. En dan pak ik even, wat heb ik hier nog? Een kopje velletje heb ik nog. En dat is prima, want er zit geen... Kijk, als je er doorheen kijkt, zie je nog wel wat kleur op de jellyplate zitten. Dus misschien hebben we nog een afdruk. Die zal natuurlijk een heel stuk lichter zijn dan die andere. Oh, ik heb hier twee blaadjes. Ik denk al. Even met mijn handen de inkt een beetje warm maken. Of de inkt, de verf. Hier zit geen verf, geen inkt op. Ja, kijk. Oh, nog één. En nog niet eens zo heel veel lichter. Dus ja, je kunt steeds nog een laagje... inkt of verf proberen en je ziet wel wat eraf komt. Nou, ik denk dat ik voor vandaag wel genoeg heb laten zien aan wat je met deze producten kunt. Er zal vast nog meer mee kunnen. Die zullen ook vast nog wel een keertje voorbij komen. In combinatie met de andere sprays, de Lindy's, de iZink. Je kunt het allemaal met elkaar combineren. Zoek kleurtjes die jij leuk vindt. En leef je uit. En alle maten, ja, jelly prints, hè, die jelly plates. Kies een maat waarvan jij denkt van nou, daar doe ik wel wat mee, daar kan ik wel wat mee. En ga lekker aan de slag, zou ik zeggen. Nou, dan was dit de demo dag voor vandaag. En ik ben waarschijnlijk nu, als dit filmpje online komt, ben ik waarschijnlijk ook al thuis van de demo dag bij Hobby Vision. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en ik zeg heel graag tot de volgende keer. Doei!